thuis, die zullen ze thuis moeten dus maken. Je hoeft niet hier te maken, want dat gaat dus uiteindelijk beslag nemen. Maar ze krijgen wel van hier. Dames en heren, bij het maken van de Groet om een Zeker Dictionaire hebben Theo Kees en Maddy Koolson zeker niet 4 jaar lang hun kas afgedraaid voor mondsmarellen. Met tot nu toe 800 verkochte beuk heeft hun fameuze Lease Dictionaire ondertussen immers al heel gat aftrek gehad. In het filmpje dat je nu kon bekijken, kon je de makers van deze fameuze dictionaire aan het woord zien en huren. Ikzelf zal op hun vraag met een pantomime proberen om een woord te verduidelijken en te onderstrepen. Beste lui van de zeik en van de rest van de wereld. Belinda, mijn mens en ikzelf willen ik dus eerder op zijn eigen manier gaat vertellen over de groeten met Zeker Dictionair. Wel, van de duizend gemaakte exemplaren van de dikke Kees zijn de mensen de groeten met Zeker Dictionair al gauw goed nemen. Zit er ondertussen een klein 800 in alle hoek van de wereld. Spanje, Oman, Californië en noem maar op. En natuurlijk is er toe in mijn zeik. En bingel, zong er ook maar één pootzoenering, zijn de mensen die zich de dikseksje van 2 kilo hebben aangeschaft, door zo blij met als een hondje met 7 staart. Er is zelfs één manier dat bij hun een week lang de drapeau heeft uitgestoken. Van zuiver blijdschap, omdat hij een half uur op een Zeker Dictionair zou zitten wachten. Nee te filmen, amai. Heel tof ook dat de mensen ons konden vertellen dat ze met de no-DGND-spelling een dictionair zo gemakkelijk konden lezen als hun gezet. Een Antwerpenaar bijvoorbeeld, die hij woont. En de kans jij woordmezijkers kent, luist die teksten perfect. Dat zei het genoeg. Is dat probleem ook opgelost. Want dat was niet nogal gehad van, wie kon dat niet lezen? Maar goed, zo'n pil van de boek maak ze natuurlijk niet met de natte vinger. Zelf ben ik sinds de jaren 1970 allerlei steelmannen, de dikste tijd gewoond werkmensen, tot op een nummer gewoon uitvragen over hun taalgebruik. Zuiver met interesse. En toen ik bij ons bekans 40 jaar later in een hele moorkas vol toen met classeurs over het mezekers, ben ik in 2012 aan het dictionair beginnen schrijven. 6000 blaadjes vol en honderden stilo's bij. 4 jaar lang heeft die olifantendrag gedoord. En joh, de 22e oktober van vorig jaar was het en zo uit en is de gezonde boerling boven het Duitfront gehouden. Met dik 170 man als getuige. Was mij dat een feest? Memorabel. Ondertussen zijn we 5 maanden zwaaier. Het boek zit nog ongehangen en oog. Ik doe ze niks in de oren. In het fameus Meertens Instituut in Amsterdam. Een instelling met een reputatie van hier tot in die stad aan de Amstel. Een heel eer voor ons en surtout voor dit stadje. Ook de commentaar van Angertaalspecialisten is excellent. Zo neemt de bekende Vlaamse dialectoloog Dr. Rob Elemans dit leeswoordenboek in de Zeikenaar van januari zelfs de beste dialectdictionair van de hele rondom. Van de Lieglijn, van Holland en Belg, zei de heer Belemans zelfs. Maar dat zult gij onszelf niet horen bewieren. Nee, daar woont wie nog geen centimeter voor niet van ons schoon lopen. Daar zijn die jongens veel te nuchter en bescheiden voor. Onbeschrijfelijk reek, noemt hij geletterde heer Belemans ons boek ook in die bespreking van Drie Blaaier. Onbeschrijfelijk reek, dat wil natuurlijk het zeggen. Moet je eens lezen in tekst. Tegen ons persoonlijk heeft hij taal- en cultuurwetenschapper zelfs gezegd dat dit boekwerk het enige, maar zeker cultureel erfgoedmonument is dat hij ooit in de loop van de eeuwen zuiver en alleen door mensen die hier wonen, maar zeker er dus, is gemaakt. Van een compliment gekald, niet?
En wat deze topdialectoloog onnog sterker benadrukt is, geef deze leesdictionair door van generatie op generatie. Want dat is de enige manier die ervoor kan zorgen dat het bezeikers altijd blijft bestaan. Andere mensen zeggen nu zelfs dat er anders achter nog geen 100 jaar een dikke laag schimmel op het bezeikers zou hebben gestangen. En ja, het hoeft je niet aanstrijden. Dan zullen we eens toch wel een beetje fier dat ook achter 500 en 1000 jaar nog iedereen kan weten wie ons magnifiek bezeikers ooit geklonken heeft. En wie het zo zijn eind zoet. En wie weet. Misschien maakt dat die generaties dan zo wils dat ze de magnifieke en klankrijke taal die het bezeikeneren van nu stilletjes aan meer en meer bij het oud vol beginnen te zetten. Het eeuwige chant natuurlijk, dan op nood beginnen te kallen. Ja, dan zijn we toch wel geruurd dat we dat zo'n tijdje gefixt hebben. Wat we heel graag hebben gedaan, maar waar? Dan liggen we in het vuur, tegelijkertijd een ongelooflijke kapotmakerij is geweest. Marco, het luurt zich ondertussen aanzien dat elk van de laatste 200 exemplaren van de 1000 nog op en een gruut zijn eigenaar zal krijgen. Einde de Oshikblad natuurlijk nij aan het hartelijk. En door vuur mensen. Als je gaat inzit met ons wonderlijk chic muzijkers, spooit u dan nog een van de verkooppunten, want op is op. En dan nog een rij. Deel 2 is ondertussen in de maak. Ogen vol slankmodel. En door vuur ogen olifantendrag. En dat durven we je verspreken. Het huurt gaat heel bezuiners. En gaat wat ze zeker nergens, maar dan nog nergens hebben. En moest je ondertussen denken, de Kees, die maakt mij geen reclame voor zo'n dikke Kees. Luister dan nog even naar waar de bekende me zeker neer mij door uren heeft gezag. Het is een hele verstengige, gedreven en bekwame tip, een bekansvijftig. De hee biedt een tennis al veel tennissers het spelken heeft aangeleerd. En de hee in de muzieker politiek ook een dikke vinger in de Vlaamse pap heeft. Ik snap niet dat er al maar één muzieker is, zo zag hij letterlijk, dat zich dat boek niet aanschaf. Onbegrijpelijk. Eigenlijk zouden ze dat van hoes tot hoes moeten oordelen. Kijk, dat is nou een muzieker met zijn Vlaamse en muzieker taalhart op een juiste plaats. Steek u dat maar een normaal, als je zou meenen dat dat boek maar geen flauwe savé is. En dan nog een goeie rot, voor het geval dat je die in vuur verkoopt 20 en ook dus 35 euro's te veel zou vingen. Die rot kan trouwens ook van pas komen als je van het gedag ziet, eerst komt dat frissen en dan de rest. Oh wel. In de twee gevallen komt hier voor einde van het trefwoordje natuurlijk ook nog altijd terecht in ons rijke muzijkerboekerie, hoe de grote muzijkerdictionair ook op een rijk stuit te preken. Want zo is muziek. Rijk aan erfgoed, rijk aan taal, rijk aan toffelui en rijk aan beuk. Hier wil ik nog bij zeggen dat een dikke Kees door een gepak ongeveer 10 tot 15 keer zo dik is als een normaal dialectwoordenboek. Zo hebben we hier een woordenlijst van de gemeente Corby Heerle. 47 blaaier dik en dus 31 keren zo dun als het muzieker woordenboek. Wat niks afduidt aan ons enorm respect dat we voor dat deugdje hebben. Omdat we, Maddie en ik, maar al te goed weten wie voor drood dat zo het heeft gekost. En voor te besloten nog het belangrijks. In de inleiding stuit het dankwoord van Veerblaaier en met tientallen namen. Dat stuit precies in wem wat gedaan heeft. Ook de namen van mij als duizend muzijkenaren die voor dit stadje gaan doen of iets gedaan hebben, stoen verspreid in het boek. Goed mogelijk dat je zelf ook erin stoot. Of toch al te lichtelijk eens van uw familie. Veel leesplezier. Als je elke dag één blaad leest, heb je het boek met zijn 1426 blaaier achter 4 jaar oud.